Bram van Polen, aan het eind van het seizoen 2013-2014 gaan we nog even wat terugblikken. Dat is goed. Het is leuk altijd om op zo'n seizoen terug te blikken. Ja, één woord voor dit seizoen. Legendarisch. Nou, dat leek me een goed woord. Laten we even bij het begin beginnen. De voorbereiding met de nieuwe trainer. Ja, nee, dat verliep eigenlijk de hele voorbereiding ook met deze nieuwe trainer. Dat merkte en alles al dat hij gewoon bij onze club past en bij de selectie. Nou ja, nee, we hebben een uitmuntende voorbereiding gedraaid en dat was ook wel terug te zien in de eerste paar wedstrijden van het seizoen. Ja, veranderde de nieuwe trainer veel ten opzichte van Art Langerer? Nee, we zijn wel veel op dezelfde voet verder gegaan. We hebben even wat meer kleine aanpassingjes gedaan. Kleine dingen bijvoorbeeld met het eten, er iets meer op gaan letten. Dat is het dingetje waar wij eerder nooit zo heel erg naar keken. Daar was hij wat meer mee bezig. Ja, want ik denk al, we zien jullie er allemaal slecht uit, maar dat komt dus door het eten. Ja, af en toe een bekje, dat komt niet van de rijden trainen. Ik kon gewoon van weinig eten krijgen. Ja, dan een goede voorbereiding gehad en dat zette zich eigenlijk gelijk door in de competitie. Ja, zeker. Ik denk dat wij heel Nederland wel verbaasd hebben aan het begin van het seizoen. Volgens mij eerst 4 wedstrijden gewonnen. Daarna nog een paar redelijke serie gedraaid. Nou, in de arena waar we eigenlijk beter waren als Ajax, waar we net verloren. Dat heeft wel opzien gebaat. Ja, want vooral die eerste wedstrijd winnen van Feyenoord, dat gaf ook gelijk een goede boost voor het team, denk ik. Ja, zeker. En we hadden toen op dat moment hadden we dat gevoel ook wel echt dat we van ze zouden gaan winnen. Zoals we dat wel, als we dat een paar keer vaker hadden gehad, die focus. Dat we er echt met z'n allen achter stonden dat we die wedstrijd zouden winnen. Dan waren we denk ik dit seizoen ook wel iets hoger geëindigd. Ja, en 4 wedstrijden teletext fotograferen, want toen stond PEC volle bovenaan. Ja, klopt. Voor mij zelfs tot de 7e of 8e wedstrijd stonden we uiteindelijk nog bovenaan. Ja, toen zijn we behoorlijk teruggevallen, vind ik. Met name na de winterstop. We hebben wel eerst de 3 wedstrijden toen gewonnen, maar toen hebben we wel een hele slechte periode gedraaid. Uiteindelijk vergoedt het bekersucces alles. Dat was natuurlijk een prachtig succes. Legendarisch, zoals je begon. Ja, zeker. Ik denk, als je hier over 50 jaar heeft, misschien nog wel iemand, of iedereen hier in Zwolle het in ieder geval over. Als je van de landskampioen 5 en wint in de bekerfinale, als PEC Zwolle zijnde, waarin een club waarin die de beker nog nooit heeft gewonnen, ja, dan is het met recht legendarisch. Ja, en zelfs Bram van Polen scoort erin. Ja, zo vaak scoor ik inderdaad niet. En als ik dan al mag scoren, ja, dan wordt het misschien nog iets legendarischer. Hoeveel heb je er gescoord dit seizoen? Ja, eentje in de beker, eentje in de competitie. Dus ja, het zegt genoeg. Ja, maar wel heel veel wedstrijden gespeeld. Ja, voor mij heb ik er 27 of 28 gespeeld. Dus een paar wedstrijdjes gemist. 2 door een schorsing en de rest was geblesseerd. Maar ja, overal een mooi seizoen. Ja, als je nu even kijkt, die bekerwedstrijd die was natuurlijk legendarisch, de overwinning. Maar wat was nou de mooiste competitiewedstrijd waar je zegt van ja, daar heb ik heerlijk gespeeld? Ja, dat is een goeie. ADO Den Haag thuis was 6-1, maar vond ik niet eens dat we heel fantastisch speelden. Wat echt een goeie was. Poeh. Nou, ik heb misschien wel de eerste 4 wedstrijden überhaupt wel. Ik denk dat we daarin bijna niks weggaven. En we maakten 3, 4, 5 goals soms. Dus ik heb niet specifiek 1 wedstrijd in. Hoe is het te verklaren dat je dan na zo'n goed begin toch een terugval krijgt? Ja, dat heeft met meerdere aspecten te maken. Denk ik niet in ons voordeel is geweest, dat we het hele seizoen eigenlijk weinig tot geen druk hebben gehad. En, ik proef soms wel eens dat wij dat als groep wel wat meer nodig hebben, zeg maar. Omdat we hebben er een beetje tussenin gehangen eigenlijk gedurende het hele seizoen. En als de druk er iets meer op kwam, dan wonnen we eigenlijk wel weer wedstrijden. En dan was het eigenlijk ook meteen weer weg. Ja, dus wat dat betreft zou er meer onder druk gevoetbald moeten worden. Ja, ik denk dat bij ons sommige spelers dat om boven zichzelf uit te stijgen of in ieder geval een normaal acceptabel niveau te halen, hebben sommige jongens dat wel nodig. Ja. Was het ook niet een beetje op het middenveld? Klies viel een paar wedstrijden uit, geblesseerd. Drost was een aantal weken geblesseerd. Dat het een beetje was na dat goede begin? Ja, dat vind ik te makkelijk. Want ik vind dat wij overal gewoon een goede selectie hebben natuurlijk. Ik vind met name Mokotjo heel erg belangrijk geweest voor ons. Alleen aan het begin van het seizoen was de hele groep fit. En hadden we de basis zelf, die veranderde niet veel in. Dus, en dat is altijd makkelijker voetballen. En als je daarin vertrouwen hebt, ja, dan gaat dat meestal dan ga je wel richting een flow wat wij toen wel hadden. Ja, die flow die leeft nog steeds in Zwolle. Want PEC Zwolle leeft enorm ook in de regio Zwolle. Wat krijg je daarvan mee? Ja, daar krijg je wel behoorlijk wat van mee. Je merkt het gewoon in alles. Overal waar je loopt, word je erop aangesproken. En ja, iedereen is echt trots op PEC Zwolle, zo voelt het in ieder geval. Dat is wel mooi om mee te maken. Ja, maar jij bent ook een beetje Mr. PEC Zwolle. Na Diederik Boer, die heeft de meeste wedstrijden, maar jij staat toch op een goede tweede plaats.
Ja, nou ja, zo voelt het al ook wel een beetje inderdaad na Diederik Boer, hoor. Maar ik voel me ook wel, Mr. Pek Zwolle is nog te ver weg, maar ik voel me wel een van de belangrijke jongens hier al gedurende wat meerdere jaren. Ja, heb je die ervaring kunnen brengen de afgelopen seizoen op de nieuwe jongens die binnenkwamen? Dat heb ik wel geprobeerd, ja. Ik weet niet of dat is aan hun, of ze daar wat mee hebben gedaan of dat ze het ook echt is aangekomen. Maar dat probeer ik wel altijd, ja. Ja, dan heb je, laten we daar gelijk maar even over verder gaan, maar je hebt nog een contract voor één seizoen. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. En wat is je optiek? Want je bent 28. Wil je nog een keer wat maken, dan moet het eigenlijk dan gaan gebeuren. Ja, dat ben ik met je eens. Ik heb daarnaast, dat zeg ik ook wel, als ik weg ga bij Zwolle, dan moet het echt voor een hele mooie club zijn. Waar eigenlijk het totaalplaatje helemaal goed is. Dus ik zou Zwolle niet 1, 2, 3 verlaten. Dan moet er wel iets moois en iets unieks voorbij komen. Ja, want het plaatje is hier natuurlijk ook prima. Het wordt alleen maar beter, lijkt het wel. Ja, daarom. Kijk, wij een paar jaar geleden een Jubilee League speelden, dan is het altijd anders natuurlijk. Maar ja, de club is groeiend, de stad is groeiend. Daar kun je alles merken. Dus dat verlaat je niet zomaar. Je wil nog wel een paar leuke jaren hier meemaken. Want je gaat Europa in het komende seizoen. Ja, is dat maar eens meemaken. Ja, wat is je verwachting daarvan? Welke club hoop je? Want er werd wel gezegd Manchester United, maar dat lukt niet meer. Nee, ja, misschien een mooie Italiaanse club, AC Milan of zo. Nou, ik heb meer zoiets van, laat het voor de supporters en voor Zwolle en de omgeving, laat dat een mooi evenement worden in ieder geval. En dan gaan wij er weer, net als met de bekerfinale, gaan wij volledig onze focus op die wedstrijd leggen. Dan, maar nu eerst even lekker op vakantie. Juist, eerst lekker op vakantie. Even geen voetbal is ook wel even lekker. En dan volgend seizoen met fris moet weer aan beginnen. Ik begreep dat je fietsvakantie gaat houden, want je was net al aan het infietsen. Ik was net al aan het infietsen. Nee, ik ga nou even. We hebben nog een bruiloft in Turkije van Etienne Rijnen. Dus dat is wel even leuk. Nog een paar dagen heen. En daarna echt op vakantie tot 23 juni. En daarna echt op vakantie, ja. Ja, nee, we gaan niet heel veel doen. Hoor. Een beetje... Ik heb veel vrijgezellenfeesten, dus ik moet het nog een beetje rustig aan doen tussendoor. En voor de rest gaan we nog een weekje met de vrouw en mijn dochter gaan we ergens naar de kust. En de voeding natuurlijk in de gaten houden. En de voeding in de gaten houden, ja. Anders loopt waarschijnlijk de eerste 2 weken alleen maar rondje. Maar daar ben ik niet zo bang voor. En ik neem aan dat je een trainingsschema meekrijgt. Ja, die gaat ook meteen weer de kast in. Nee, ik doe altijd mijn eigen schema. Ik ga altijd van de week door. Dat doe ik eigenlijk al jaren. Ik loop gewoon zelf op mijn eigen tempo en hoeveel ik wil. En wat ik denk dat goed is op dat moment. Heel fijne vakantie. Ja, dankjewel.